Goedendag, we hebben op meerdere plaatsen een flink koude nacht achter de rug en op veel plaatsen is ook mist ontstaan. Dat levert natuurlijk grijs weer op en op sommige plaatsen in het verkeer moeten we daar dus nog behoorlijk rekening mee houden. Dat mist is ontstaan onder de as van een hoge drukgebied boven ons land, maar dat schuift allemaal langzaam op. Dat hoge drukgebied blijft nog wel eventjes bij ons in de buurt van het land liggen. Dat betekent dat storingen zoals hier boven de Britse eilanden in ieder geval tot en met zondag op afstand blijven. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door, maar vanochtend kan het op meerdere plaatsen toch nog hardnekkig grijs zijn. Waar het hardnekkig grijs is, daar blijft de temperatuur echt een behoorlijk aantal graden achter, ruim beneden 10 graden, maar breekt de zon door, dan kan de temperatuur toch al vrij snel oplopen. Vanmiddag breekt nagenoeg overal de zon door en dan wordt het op heel veel plaatsen een aangename herfstdagtemperaturen. 16 tot lokaal 18 graden en daarbij staat dan ook niet al te veel wind. De komende dagen blijft het in eerste instantie rustig weer. De nacht na zaterdag is wat minder koud, dan is de kans op mist ook wat kleiner. De temperatuur ligt dan smiddags rond de graad of 16. De nacht na zondag is dan wel weer zo'n koude nacht met op veel plaatsen landinwaarts weer kans op mist. In de loop van de dag neemt wel de bewolking toe. De maximumtemperatuur ligt daardoor ook ietsjes lager dan op zaterdag met een graad of 15. Na het weekend dan neemt de wisselvalligheid weer toe, maar de nachten worden wel een stuk minder koud. Fijne dag nog!